De Renault Kadjar is korte tijd een heel populaire auto geweest. En nu zijn opvolger er is, de Austral, is hij veroordeeld tot een plek in de occasion showrooms. Het is misschien niet het meest sexy of probleemloze voertuig dat je in huis kan halen, maar je hebt er voor een heel acceptabele prijs een heel ruime gezinsauto voor. Als het gaat over de Renault Kadjar, dan hoor je er altijd bij te zeggen dat die technisch is gebaseerd op de Nissan Qashqai. Het platform deelt hij inderdaad, maar verder heeft de Kadjar zijn geheel eigen uiterlijk en karakter. Dus het is niet zomaar een Qashqai met een wiebertje op de neus. Zoals ik al zei is de Kadjar korte tijd heel populair geweest. 2016 was het eerste volle jaar dat hij te koop was en toen zijn er 4000 exemplaren losgelaten in Nederland. Het jaar daarna waren dat er al 3000 en zo is dat langzaam maar zeker afgekalfd. De grootste oorzaak daarvan is de komst van een nieuwe Peugeot 3008 en de Citroën C5 Aircross. Dat waren wat modernere en vlottere auto's dan de Kadjar en ja, dat ging Renault dus niet bijbenen. De meeste Kadjars die je op de occasionmarkt vindt zijn dus van de eerste bouwjaren. En dat is eigenlijk wel jammer, want na de facelift in 2018 werden de 1.2 en de 1.6 TCE motor vervangen door een 1.3. Die had 120 of 140 pk en dat is eigenlijk de beste combinatie met de Kadjar. Niet dat die andere twee nou zo slecht zijn, maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel de beste. Diesels vind je ook nog wel eens tussen de tweedehandsjes en in Nederland is dat vrijwel altijd de 1.5 DCI. Dat is met 110 pk zeker geen strepentrekker, maar het is wel een diesel van de onsterfelijke soort. Voor de volledigheid zeg ik er nog even bij dat er ook een 130 pk diesel was. Maar die is echt heel dun gezaaid. En dat is wel het enige model dat ook leverbaar was met vierwielaandrijving. Niet dat dat nou enige toegevoegde waarde heeft in ons vlakke en geasfalteerde Nederlandje. En bovendien heeft hij geen voordeel ten opzichte van een 130 pk voorwielaandrijver. Want ze mogen alle twee 1800 kilo op de haak. Nou, en dan komen we nu bij het gevreesde gedeelte. Wat kan er allemaal misgaan met de Renault Kadjar? Nou, laten we beginnen met de 1.5 diesel. Daar gaat dan wel eens een turbo kapot. Dat is overigens een zeldzaam probleem. En als je die motor heel lang doorrijdt, dan moeten er een keer nieuwe injectoren in. Dat is ook niet zo gek. De 1.2 TCE, de benzine, die lust af en toe wel een slok olie. Maar dat is ook niet echt iets epidemisch. Sommige Kadjars hebben de EDC-automaat, zoals deze. Die is een beetje nukkig als hij koud is. Hij kan lawaai gaan geven en soms blijft hij hangen in de versnellingen. En als dat het geval is, dan kan hij in het beste geval worden geherprogrammeerd door de dealer. En in het slechtste geval moet er een nieuwe versnellingsbak in. Verder komen we klachten tegen over geluiden uit het onderstel, veel windgeruis bij de voorportieren. En heb je een exemplaar met een panoramadak, dan teken je eigenlijk voor nog meer windgeruis. Er zijn wat gevallen bekend waarbij de rubbers van het voorruit losraakt. Het interieur is nooit helemaal kraak- en rammelvrij. Ja, zo is het toch een heel lijstje. En heb je een Kadjar met een automatische noodrem, dan moet je weten dat hij heel fanatiek is. Verder heeft deze auto het AirLink 2 multimedia systeem. Ja, vanzelfsprekend is dat beter dan het AirLink 1 systeem. Maar nog steeds is hij niet perfect. Er zijn gevallen van uitvallende schermen, bevriezende schermen, navigatiesysteem dat je het bos instuurt. Soms kan de telefoon niet worden gekoppeld. Ja, dat hoort allemaal een beetje bij de Renault Kadjar. En ook hiervoor geldt, in het beste geval kun je het laten herprogrammeren bij de dealer en in het slechtste geval moet je een nieuw multimedia systeem. Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt bij deze auto. De Renault Kadjar is dus gevoelig voor een heleboel kleine gebreken. Je moet er een beetje vergevingsgezind voor zijn om in zo'n auto te rijden. Maar het zijn allemaal nog recente occasions, dus als je er eentje koopt, dan zal er altijd wel een bepaalde vorm van garantie op zitten. Maar voor de volledigheid zeg ik er even bij, een Kadjar kopen zonder garantie, dat zou ik niet gauw doen.